Sinds enkele jaren ben ik actief in de leather scene. En, um, en ik dacht dat het uh, ja, een leuke en een interessante ervaring zou zijn om mij kandidaat te stellen voor Mr. Leather. Uh, eerlijk gezegd dat ik, dacht ik echt niet dat ik zou winnen, maar, uh, maar kijk, uiteindelijk werd ik, uh, werd, werd ik hier in Antwerpen in, febru in februari verkozen. En, um, en men. Men denkt vaak in clichés over de, de leerscène, uh, Leather, fetish, uh, seks. Maar, maar dit is eigenlijk vooral een sociaal gebeuren. En ik vind mezelf wel een sociaal persoon. Ik, ik leer graag mensen kennen. En ik, uh, en ik heb echt een interesse voor wat uh, met mensen te vertellen hebben. Als Mr. Leather kom ik openlijk naar buiten dat ik leef met HIV. En uh, jammer genoeg uh, hangt er nog een taboe over HIV en ook in de leerscene. En ik vind het echt belangrijk om dat taboe te doorbreken. Um, ik heb heel veel gesprekken gehad met, met uh, tientallen mensen. En gesprekken over leven met HIV, over vooroordelen um, en over kwesties waar mensen mee zitten. Um, en ik spoor iedereen aan die, die leeft met HIV om dit uit te drukken en gewoon te, te zeggen openlijk. Sinds ik startte met mijn HIV-medicatie is mijn virale lading niet meer meetbaar. En voor mij betekent dit gewoon dat ik een normaal leven kan leiden. Um, en ik weet wel dat, dat je niet beschermt tegen andere SOAS maar mijn angst om anderen te besmetten verdween. En dat heeft echt gezorgd voor meer zelfvertrouwen. Dus eigenlijk, mensen met een, uh, een niet-meetbare uh, virale lading zijn geen deel van het probleem, integendeel. Ze zijn, ze zijn deel van de oplossing. In alle gesprekken die ik had met mannen met HIV kwam steeds hetzelfde naar voren. Ze kunnen of ze durven niet Vertellen tegen familie, tegen vrienden of, of collega's dat ze leven met HIV. En daarom moeten we als community, als LGBTQ community, echt solidair zijn. Want ooit zaten we allemaal in de kast met onze seksuele geaardheid. Dus wij weten hoe pijnlijk het kan zijn om met een geheim te leven.